is now on the beat. Het is weer een nieuwe dag. Een dag na mijn verjaardag. Ik heb een hele leuke, relaxte dag gehad. Shimin is niet om aan te raden, maar dat hebben jullie wel gemerkt. Vandaag gaan we naar Paperpot Nature Park. Dat is een voormalig plantage. Dus dit staat nog wel ergens achter of zo. Het is ook bewonderd, meneer Velden. Oh. En dit is de directe rune. Dit is wel een privéterrein geworden. Mm-hmm. En de beheerder van dit is meneer Christian Gassen. Hij blijft wel in Nederland. Het zijn allemaal monumentale palen. Ja, maar dit is wel vernieuwd achterin. Maar het is wel privé. Dit is er ook achter, maar het is wel niet gerenoveerd. Mm-hmm. Er zijn wel machines erin en zo. Dus het wordt nog steeds gebruikt? Ja, niet gebruikt, dus het wordt gezien door scholen. Oké, maar het is wel te bezichtigen in de oude stad. Ja. Oké, dat vind ik. Ja. Dit ook, dit is dat katiloot, als ik met de kapjes kunnen maaien en verfijnen. Mm-hmm. En dit is de sleutel van achteren. We hebben hier vanaf het begin naar de neusel hebben we 4 sleutels. Mm-hmm. Dit is het dan van buiten en we gaan naar kamer. Vroeger wonen er minstens 4 tot 5, 6 gezinnen in één huis. Dit is de slaapzitten, dit bestaat wel niet meer. Ze werden van slechte kwaliteit hout gemaakt. Dus zijn er maar die zijn wel nog bewoond achterin. Ja, die kampen. Ja, we hebben 2 voor dat. Wat een dure stem. Koffie mama boom. Waarom het zo heet? Omdat we de koffiebomen gingen beschermen. Hoe heet het? Koffie mama boom. Oh, koffie mama boom. Ja. Okay. Omdat het schaduw geeft voor de koffiebomen, daarom heet het zo. En dat is een kat en triboom. Waarom het stekend heeft? Omdat het nog jong is. Er is een koning. Het leven op het plantage was heel erg zwaar voor de slaven. Want ze moesten 6 dagen in een week werken. En oostperiode werkten ze ook 's avonds. Daarom was de sterftecijfer hoger dan de geboortecijfer. Sommigen wel, net als dit wordt er nog gebruikt, maar die daar niet meer. Doe je het helemaal niet wat het is en wie het moet gebruiken. Beide zijn om te baden, ja. Ah, nice. Je hebt het mannetje en het vrouwtje naast elkaar. Dus dat vrouwtje heeft gaten? Nee, omdat het zo is, daarom. Oh. Maar normaal heeft het geen gaten. Dus door die beest of zo, die rupsen. Ja. En hier zit hier een koffie bamabo. Maar hier mogen we, je mag hier niet zeer oosten en geen dieren van hier doodmaken. Zijn beschermd. Waar is die voor de serie? Hey, daar, paamsoort. Kijk daar. Die paamsoort en het is dat is voor de serie. Is super fijn gebruiken.
groter komt. Ja. En wat was de naam van die oranje? Palulu. Palulu. Hoi. Oh. Kan je dit van... Of... Nee, ik durf niet. Mokko wordt ook gebruikt wanneer je een wond hebt, dan zetten ze je melk ervan. Het helpt. Ja. En het heeft ook een vrucht, maar mensen eten het niet. Het is giftig voor de mens, maar apen eten het wel. Oké, dus hier komt er melk achter. Ja, en dat kan je gebruiken voor je wond. Om bloed te stoppen en ja. En hier zit hier een pokai-tongen. Het wordt een pokai-tongen genoemd omdat het hier een tong heeft. Net als die pokai-dingen voelt. Er wordt er teer van gemaakt. Opkoken. En wanneer ze droog worden, dan, welke van ze rot? Die vrouwen rot en die man blijft zo. En die, okay. Ja, dus bospapaya. Je hebt twee soorten, ja. Een mannetje en een vrouwtje. Ja, die normale papaya die rolt wanneer die droog is, blad rolt. Maar die daar rolt, dat blijft gewoon zo. En wanneer het rolt, zeggen ze van, ja, die heeft, het maakt zich dik eigenlijk. Vrouwen maken zich dik, maar mannen schamen zich niet. Daar laten ze zich. Ja, ze blijft gewoon open. Like, en hier zit je een Mira Udubo. En wat doet Mira Udubo dan? Nu wil ik het niet, omdat het is toevallig. Oh, dat is twee keer in het jaar. Ja. Nu bloeit het niet. Droge tijden alleen. Dus het regen. En die mieren zijn alleen, binnen. Het is zoveel mieren eraan. Hè. Wanneer het is omgevallen, dan kan je gewoon zien. Mira Udubo. Twee keer in het jaar, tijdens de droge tijden, bloeit de boom en van binnen zijn er heel veel mieren. En hier dus heb je een Feviolo plant. Normaal moet het 5 gaten hebben. Het krijgt van natuur zijn Feviolo. Sommigen krijgen meer dan Feviolo, maar normaal moet het Feviolo krijgen. En heeft het een bepaalde... Nee, het wordt niet medisch gebruikt. Het is gewoon een rugplant, net als het plakken aan een boom en het vernietigt dat ding gewoon. Oké. Okay. Jawel. Peperpot hebben 300 zoveel vogels en 200 zoveel vlinders, verschillende vlinders. Maar normaal ga je ze niet zien, meestal konijntjes en zoveel, die ga je morgen zien wanneer er nog dauw is. Dus als we pas hier aan het werk komen, dat zien we. Want we laten alle dieren gewoon in het wild. Dit is een jonge kankantrieboom. Dat kan je herkennen door de stekels om zichzelf te beschermen. En wanneer die wat ouder wordt, laat hij zijn stekels los. Dit is het foutje. Zo krult het dan op. Oh, ja. Zo, dan ga je dit doen. Dan maak je thee even. Mm. Dus zoals in deze staat kan je het eigenlijk al trekken als thee. Ja. Is het lekker dan? Nee, ik heb nooit van dat dingen. Ik heb gehoord dat het lekker is. Oh, maar zelf niet gaan proberen. Nee, nog niet. Wat jullie moeten doen, dan kan je deze overbrengen, toch? Ja. Maar wanneer je het hè? En we hebben zojuist apen gezien, vandaar dat we even stilletjes zijn. Echt bijzonder. Wauw. Dit teruglopen, want dit wandelgebied is 3,2 kilometer alsmaar rechtdoor. En je ziet eigenlijk als het ware alleen maar hetzelfde. Dus we gaan dezelfde route weer terugnemen. Zit in de jungle, je bent verdwaald, dan is dit je redding, want hier komt water uit. Dus hier kan je dan gewoon water uit drinken. Als je heel, heel nodig naar het toilet moet, nou, dan kan je hier je behoeftes doen.
Deze huisjes werden vroeger verhuurd door toeristen, maar ze moeten opgeknapt worden. En ze willen dit gebied eigenlijk met rust laten en geen bouwwagens naar binnen brengen, omdat het de natuur kan verstoren en de dieren. Dus ze zetten het voorlopig hier en wie weet in de toekomst dat ze het dan gaan opknappen en verhuren aan eventueel toeristen. En dan hebben we hier aan de bal. Hieronder pepertjes. En dan hebben we hier banaan. We zijn nu bij Gigi's restaurant. Dit is ons aanbevolen. Als dit niks is, dan weet ik het echt niet meer. Dan moeten we gewoon niet meer uit eten gaan in Suriname. Want dit is dan twee op de derde dag achter elkaar dat we gewoon heel slecht hebben gegeten. En ik ben echt wel toe aan goed eten. Gewoon goed kwalitatief eten. En Gigi restaurant heeft grillgerechten, pasta gerechten. Dus ik ben benieuwd. Het is bij de waterkant. De cocktail is gearriveerd. Het is geworden. Ik heb meteen gekozen voor de cocktail strawberry daiquiri. Dit is mijn favoriete cocktail. Is lekker. Yes, yes, yes. Mensen, mijn buik is vol. Die halve kip is een kwart kip geworden. De andere helft, of andere kwart heb ik mee. Maar het was lekker. Veel beter dan Shimin. JJ's is echt een aanrader. Bediening vriendelijk. Niet helemaal correct, maar dat is wel te vergeven. Maar het eten heeft wel gesmaakt en de prijs is ook redelijk. Dus ik zal er wel terugkomen. Toch? Ja. Het is wel een beetje koud, dus als je in de avond komt, neem een vestje of een sjaal mee. Of iets met lange mouwen. Want het is echt langs het water. En het waait een beetje koud. Maar het was wel een hele mooie locatie. Mooie inrichting. Een chille plek. Rustige plek ook wel. Ja. Was fijn. Een leuke ervaring. Dan gaan we nu de taxi pakken. Richting huis. Goed home. Home. En dan gaan we morgen krijgen een massage. Hoofd, nek, hals. Door slechtzienden. Mijn moeder. Of visueel beperkte mensen. Mijn moeder wilde dat heel graag. We hebben het er al heel lang over. Dat gaan we ook even ervaren hoe dat is. En dan in de namiddag ga ik een tattoo laten zetten. Eigenlijk zou ik dat vandaag doen. Maar dat is dan verplaatst naar morgen. Als het dan doorgaat.